er zo voor uitziend. Ja. They have a stand next to each other. And there is a big competition between the two. And they have fight already. So that's something that is international news in Belgium. In Belgium they say, oh, there is a fight of noses. There's a fight for this kind of candy. And it's indeed, in the meantime, a tradition. Mix. The mesclaat, the mix. Yes, the mix. Allee, let's go. En een beetje promotie aan het maken voor hen natuurlijk. Voilà, thank you Italia, arrivederci. Er zijn dus twee verhalen. De ene verhaal is dat de neuzekus gemaakt zijn door een Gentse apotheker. Dat was om pelletjes in te duwen. Dat is een eigen leven beginnen leiden. En de neuzekus zijn zo ontstaan. En er is een ander verhaal vanuit het Brugse, waar monniken beweren dat zij dus die kardinaalshoedjes of de monnikenhoedjes, dat dat te gunnen zijn. Ik laat het in het midden in ieder geval. Het is uit Gent en het is lekker en het is een Oost-Vlaams streekproduct. Thank you and bye bye. Good show. Let's do it. Good. That's good. Like it. Yeah. Good. No? Een goede neus is heel belangrijk dat hem vooral vers wordt gegeten. Dat is heel belangrijk. Wat maakt een echte Cubardon, zoals je zelf ziet, die moeten vooral, en dat is zeer belangrijk, heel, heel zacht zijn. Als je daarop duwt, die smelten gewoon. En als je ze opentrekt, dan heb je de vulling die eruit komt. Voilà, dat zijn de neusjes uit Gent. Als ze vers zijn, zijn die heel zacht. Proef ze maar een keer. Ja, heerlijk. Lekker, hè? Lekker. Daarom zijn ze zo bekend, omdat ze juist zo lekker zijn. Ja, heerlijk. De neusnorrel is een raar ding, hè. Dus we zijn over een paar jaar in een clinch met elkaar gegaan in verband met de neuskus. Ik heb de echte, die heeft de echte, ik ben de man, dit is de man. Maar ondertussen is dat een beetje voorbij. Het was ook een hele spannende periode voor ons. We zaten in het middenpunt van de storm en iedereen wou ons zien, iedereen wilde op de foto met ons. Het was ook heel raar voor ons, we zijn dat ook niet gewoon. Maar ondertussen is alles genormaliseerd en is de neusnorrel tot een goede vrede overgegaan. En ik kom aan, ik haal de Gentse neusjes hier. Bij 3 en 5 euro de Gentse speciality. Allee, hopla. Zie je dat toen nog? En Frederik, als het dan thuis kwam van school, die begonnen wij met de Cuperdons met de pan te gieten. Want van de machine was er nog geen sprake, je weet waarvoor dat te gieten, want ja, dat is allemaal niet zo eenvoudig, een Cuperdon. Je moet er zorg voor dragen, van in het begin tot het einde. En dan op die moment is dat toch wel, met z'n allen op maar aanpassingen te doen, toch wel goed gekomen. En zo is dat eigenlijk ontstaan bij mij. Uit een oud, heel oud recept van voor de oorlog. Hè. Ja, dat was van de jaren 30, 35. Hè. En wie?